Het woord aan de heer Baudet, die net op tijd binnen is, op Forum voor Democratie. Het woord is aan de heer Baudet, Forum voor Democratie. Dank u wel. Ja, ik dacht, laat ik vriend en vijand verrassen door te vertellen wat ik goed vind aan het regeerakkoord. En wat ik heel erg goed vind, dat stond ergens, dat er extra geld komt voor het geheugen van Nederland. Dat is een prachtig initiatief, dus er komt veel meer beeldmateriaal publiek beschikbaar van onze geschiedenis, archiefmaterialen, dat soort dingen. Dus complimenten voor dat plan. Dat is een goed idee, dat ga ik steunen. Verder weet ik niet goed wat ik erover moet zeggen. Ik heb steeds nagedacht van waar moet ik nou beginnen? Dus eigenlijk de hele wereldvisie, het hele idee, dat natuurlijk gedeeld wordt door het overweldigende deel van de partijen in deze zaal, maar dus ook in Nederland, dat onderschrijf ik gewoon niet. Ik ben het dermate fundamenteel oneens. En ik sta zo'n ander soort Nederland voor, dat je wel, een wereld voor, dat je wel een beetje kan pieterpeuteren. Maar bottom line is dat een overweldigende meerderheid in deze Kamer en ook elders in het land wil dat de migratie doorgaat. De demografische transitie, de omvolking, wil dat de macht van de EU doorgaat, wil dat de klimaatplannen een hele grote rol spelen in de politieke agenda en gelooft dat corona een groot gevaar is waar vaccinatie en QR-code een oplossing voor is. Ja, ik ben het op al die punten dus echt fundamenteel oneens. Ik wil referenda, ik wil veel lagere belastingen, ik wil helemaal niet al die herverdeling, ik wil helemaal niet al die immigratie, al die coronaregels. Dus ja, er wordt al gezegd, laten we kritisch en constructief samenwerken met alle partijen in de Kamer. Dat is natuurlijk dat is goed en als het gaat om extra geld voor het geheugen van Nederland, dan zullen wij ons mannetje staan bij de stemmingen. Maar voor de rest, ja, het hele wereldbeeld, de hele geschiedopvatting waar dit allemaal uit voortkomt, ik deel het niet. Het is niet mijn visie en het is heel gek om wakker te worden in een wereld waar je toch de lange tijd dan zo mee hebt gedraaid, school gedaan, universiteit gedaan. Je dacht dat je wel een beetje min of meer in tune was. Maar dat ben ik blijkbaar niet. Hè? Want de overweldigend deel van de bevolking stemt hier ook op. Wil dit. Wil al die klote windmolens. En wil al die immigranten. En wil onbetaalbare huizen. En wil die sukkels in de EU die alles beslissen voor ons en zo. Blijkbaar willen mensen dat. Dus nou ja, ga het maar doen. We gaan het volgen. En het spreekt voor zich. Hè? Als er onverhoopt een enkele keer iets langskomt waar we voor zijn, dan zullen we daar ook gewoon voor stemmen. Succes. Dank u wel, meneer Baudet. Geef ik het woord aan mevrouw Van der Plas van BBB. Het woord is aan mevrouw Van der Plas van BBB. Ja, dank u wel. Allereerst ook dank aan de informateurs voor dat we vandaag hier samen kunnen zijn. Zal ik maar kort samenvatten. Voorzitter, inwoners van Nederland en beste mensen op de tribune. Ruzie in de verkeringstijd, gevolgd door een gedwongen huwelijk, 9 maanden zwangerschap en een bevalling met een tankverlossing. Het coalitieakkoord ligt eindelijk voor ons. Het motto van het vorige kabinet was vertrouwen in de toekomst. Het motto van deze coalitie is vooruitkijken naar de toekomst. Dit past perfect bij deze coalitie. Precies hetzelfde, alleen het vertrouwen is weg.
Niet mijn woorden, een scherpe analyse van cabaretier Diederik Smit vandaag. Ere wie ere toekomt. Voorzitter, het zou inderdaad een akkoord op hoofdlijnen worden, maar het werden 50 pagina's. 50. 50 shades of kaag. Zo kan ik het wel samenvatten. Want volgens mij is de heer Rutte vergeten de punten uit het VVD-programma mee te nemen... of de belangrijkste inbreng moest zijn geweest dat de heer Rutte weer premier moest worden. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. BBB is benieuwd of het nieuwe kabinet niet alleen gaat zien en kijken, maar ook echt wat gaat doen. De nieuwe bestuurscultuur, het nieuwe elan, de radicale ideeën. Ik heb ze nog niet kunnen vinden. En dit terwijl het vertrouwen in de politiek en de overheid nog nooit zo laag is geweest en de tweedeling in de samenleving enorm. Het akkoord bevat geen enkele concrete maatregel om het vertrouwen in de overheid te verhogen. Ja, er wordt gewerkt aan, gestimuleerd tot en allerlei andere poespassen om de relatie burger-overheid te verbeteren. Maar er is geen enkele zelfreflectie op de houding van het kabinet en de overheid in de afgelopen periode. Vooruitkijken, wat gebeurd is, is gebeurd en niet meer zeuren nu. En omzien naar elkaar, de ouders en de kinderen uit het toeslagenschandaal zijn nog steeds niet volledig gecompenseerd. Kinderen zijn nog steeds niet terug naar hun ouders. Slachtoffers van de aardbevingsschade in Groningen krijgen geen enkele zekerheid over hun schadevergoeding. En de inwoners van Zuid-Nederland wachten nog steeds op de schadevergoedingen naar aanleiding van de watersnoodramp. Terwijl er geld tegen de plinten opklotst voor klimaat en tegen stikstof, worden de zorguitgaven beperkt. En wat staat er dan? De zorguitgaven beperken. Zullen we gewoon zeggen dat we de uitgaven beperken? Want dat klinkt wat minder erg dan dat we 5 miljard bezuinigen. Het nieuwe elan lijkt op een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Voorzitter, zorguitgaven stijgen nou eenmaal. Bijvoorbeeld door inflatie en vergrijzing. We worden steeds ouder en dan krijg je meer kwaaltjes en heb je meer zorg nodig. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om dat te weten. Nu zitten we ook nog in een COVID-crisis. Het is bizar dat de nieuwe coalitie met de wetenschap van achteraf de uitgaven in de zorg juist nu wil beperken. Torenhoog ziekteverzuim, zorginfarcten in alle lagen van de zorg, te weinig personeel, veel uitgestelde zorg en meerdere kabinetten Rutte die niks hebben gedaan met de waarschuwingen van de Veiligheidsdienst in 2016 dat de zorg niet was toegerust op een pandemie. Dan onze boeren, die krijgen ook een trap na. De overheid wil graag betrouwbaar zijn, maar de nieuwe coalitie haalt de doelstellingen met één pennenstreek zomaar 5 jaar naar voren. En wat klinkt dit mooi? We creëren een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond en dat noemen we dan voortaan landschapsgrond. Landbouwgrond. Grond waar een van onze eerste levensbehoeften op wordt geproduceerd, op een duurzame en efficiënte wijze, wordt landschapsgrond. Daarmee wordt de boer afgeserveerd als voedselproducent en als we niet oppassen, gedegradeerd tot een beheerder van een veredeld park in dienst van de overheid. En wat is dat toch, dat industrie wel ruimte en de middelen krijgt voor onderzoek en innovatie van klimaatneutrale technologieën, maar dat de boeren en de tuinders die al decennia aan het verduurzamen en innoveren zijn, moeten verdwijnen om stikstof- en klimaatdoelen te halen. Wageningen Universiteit berekent in 2019 al dat geld inzetten voor innovatie 9 keer zo effectief is dan opkoop van bedrijven. En let op, beste burgers en ondernemers, er is niet alleen een probleem voor boeren. Duizenden bedrijven in de omgeving van natuurgebieden kunnen hun vergunning kwijtraken als iemand ze bij de rechter beticht van een negatieve invloed op de natuur. Terwijl er 30 jaar lang geen analyses zijn geweest van bodems in Natura 2000 gebieden of databanken die bekend staan. Voorzitter, ik sluit af met de hoop uitspreken dat het gezonde verstand gaat regeren voordat dit oude schip met dezelfde kapitein weer schipbreuk leidt. En zo niet, dan zal het gezonde verstand erna gaan regeren. Want wij halen die kiesdrempel wel. Daar ben ik niet boerburger bang voor. Dank u wel. Dank u wel.